Och man, ik heb bijna geen conditie meer, man. Och, helemaal lopen. Och, zeg, wat is dit voor een mooi autootje? Daar zit iemand in. Goeiedag, leuke auto heb je. Ja, goeiedag. Goeiedag, wat is dit nou weer? Ja, dit is een mooi ding, hè? Zo, maat, dit is echt mooi, man. Mag ik een keertje een rondje rijden? Maat, je doet alsof je mij niet vertrouwt. Ja, ik hou wel van kale mensen. Ik hou wel van kale mensen, maar... Wat houdt dat in? Nou, oké, doe maar. Ga maar een rondje. Wacht. Ga maar. Oké, ik zag wel de enige twijfel. Nee. Zeker niet. Oh, zo. Ja, hij doet wel... Het is wel een zo. Grote bak, hoor. Kijk, heel goed. Staat iets onzichtbaars. Ja. Zo, maat. Gaan dan. Dit is niet de oude, maat. Nee, dit ding is, Hoeveel, is een beeld. Oh, maat, niks aan de hand. Je vertrouwt kale mensen, toch? Ja, ik vertrouw... ja, op zich wel, ja. Dat bedoel ik. Kale zonder mensen twijfel. Rijden het beste. Zonder twijfel. Oh. Je kan ook gewoon de berg op, hè. Oh, shit. Hoe duur kost dit iets? Hoe stuur je? Ja, gewoon een beetje. Nee, hoeveel kost het? Ik heb hem gekregen van iemand, man. Oh, daar hebben we niks aan. Ik wil hem wel verpatsen. Verpatsen? Nou, voor hoeveel verkoop je hem? Ja, ik voel je gaan, man. Hij zei... Ken je... Wat zeg je? Ik hoor je bijna niet door het autogeluid, maar wat zeg je, maat? Ja, ken je... Oh! Oh! Oh, maat! Ah! Oh! Ah! Maat! Oh! Hij kon de bergen. Steunen. Jij zei dat hij de berg op kon. Maat, jij zei hij kon de berg op. Ja, rij gelijk even door naar de AWB. Naar de AWB. Bo. Oh, hij doet het niet meer. Ik moet uitstappen. Ik heb nekpijn. Nee, dat meen je niet. Oh, maat, mijn nek. Ik ga even kijken of hij nog doet. Je kan me hier niet achterlaten, joh. Hij doet het nog gewoon, joh. Ja, hij doet het, maar ik weet niet of hij het goed mee doet. Maar voor hoeveel verkoop je hem dan? Ik koop hem nu over. Ja, voor hoeveel wil je hem? Maar maat, je moet wel korting geven, man. Door jou heb ik een nek hernia. Ja, wacht. Ik kan dat soort dingen regelen. Hoe regel je dat? Klootzak. Meneer, gaat dat weer een beetje beter? Wat gaat? Nee. Wie ben jij? Pop Vape? Ben jij Pop Vape of zo? Never Pop Smoke. Pop Sisha ben jij. Hé, hey, meneer, ik ben niet op rellen. Je bent niet op rellen? Waarom trap je mij terwijl ik op de grond lig? Dat was een toverspreuk. Wat dan toch? Niet doen. Maar dit wil jij niet doen. Niet doen. Doe het nou niet, doe het niet. Ik ben echt beste vechter op. Beste vechter op, maat. Ja. Oh, ah. Ja, sorry. Je hebt geluk dat ik... Sorry, dit wil ik niet. Dit wil je wel. Nee, dit wil ik niet. Wow, jij kan niet zeggen dit wil ik niet terwijl je me een appelkaart geeft. Ik lust dit niet. Niet doen. Maat, kom hier. Laat mij op zo'n minst één keer teruggeven, klootzak. Oké, in vrede. Dag! Ja, zo is het. Ho. Oké, maat, maar je hebt me en in een... Oh, maat, we komen deze auto. Ik koop hem nu per direct. Voor hoeveel? Ja, wat is een goede prijs? Hij zei 70. 70 vind ik een goede prijs. 70? Maat, dat weet ik niet, hè? Ja, oké, voor jou, omdat je kaal bent, ik hou van kale mensen, 60. Maat, 60 is... Oh. Ik zeg eerlijk, ik zat te denken aan 40. Ja, dan zat je te denken aan 40? Ik niet. Hoezo? Wat dacht jij dan aan? Hij gaat voor de Kwiksel voor 30. Ja, meneer, was een ongeluk. Voor 30? Dan heb je 40, dat is 10 kale bovenop, gek. Ja, jong, dat is niks. Kom op, man, 40, hey, man. AWB, kom even. Kom. Oh, maar AWB. Meneer. Meneer, onze auto staat daar. Ja, wij hebben een... Ja. Kan ik die straks even helpen? Wij zijn hier. Yes. Ja joh, rustig aan hè. Ik ben met de vechtkoning hier hè. Hoe krijg je dat voor elkaar? Kom op. Hey, wat? Onderschat Nieuw de Vogel niet hè, Wie is Nieuw de Vogel bro? deze guy, deze rastapasta. Oh, je wil het niet. Je wilt het deze niet bro. Rastapasta, je wil het niet bro, je gaat dierenbescherming moeten bellen hierna bro. Precies. Als Pop Vape hem aanpakt jongen. Hoe heet je trouwens bro? Ik heet Delis man. Pop Vape. Nee, jij heet Pop Vape. Pop Vape, ja is goed. Yes, ik heb even een vraag, voor wie is deze auto? Ja, die hoor je van meneer de Rastapasta. Van mij, meneer. Hoe hebben jullie die auto's hier gekregen? moet ik het ruiken? Weet ik zo. Opeens die wijk ging helemaal raden en toen lag ik hier. Maat, ik denk dat die spaghetti's hier voor je auto zaten. Stop met zo dicht bij mij te komen, ik wil geen factuur. Ik zou het proberen. We proberen naar mijn auto. Nee, maat, ik denk niks, maat. Kom hier, hé, hey, ik bos je die, kom hier, man. Kom hier, je wilt het niet. Pieter, zaadschieter. Wat doe je, G? Wat probeer je mijn auto te nakken, man?
Maar die ging kijken of die goed op slot zat, man. Hier! Hey, Kale, help! Hey! Jongens, niet doen, laten we het los, We gaan gewoon allebei eigen kant op. Niet doen! Hey! Hey Roman, laat het los. Dit is mooi. Ja, later dan. Laat helemaal niks los. Hey, bro, laat deze Boomba. Hey, wat heb je tegen mijn Boomba? Hey, niet mij doortrappen. Ik heb pijn. Ik heb pijn. Maar. Kom dan. Peter, kom. Maar hij wil eraf. Hey, niet van Mattie. Hey, Mattie. Wat kijk je ervan? Oh, ik ben echt bijna kapot. Heb je vreten? Maat, ik heb helemaal niks. Nee, heb je niks? Oh. Niet Nio de Vogel, man. Ja, sorry. Maat, hij deed gek. Hij deed graag, maar die Boomba moest laag, man. Hij is alleen van de Boomba, ja. Voorbij. Slapen moet je! Slapen! Hey, ANWB, kunt u helpen? Kijk, meneer, hier is onze buggy. Kijk, de buggy is kapot. Over buggy's gesproken, deze man zit er ook nog eentje. Yes, van wie is deze buggy? Van mij, man. Maar doe de factuur maar op mij hoor, want het is mijn schuld dat die kapot is. Hé, hey, Pompeep, okay, je kan wel wat de klappen uitdelen. Ja, ik kan knokken, ja. Welk motor zo'n zwampje kan hij nog zou rijden? Zou je even weg willen gaan, alsjeblieft? Nee. Jullie hebben mijn mattie laten hij leggen. Dat was echt zijn eigen schuld. Ja, maar hij wou door blijven gaan. Dat heb je zelf gezien. Hij riep zelf... Kan hij nog rijden? Ik ga gewoon door! Ja. kan hij nog door of niet? Wat zei u? Kan hij nog rijden? Jij krijgt een TIA, pas op. Wel de ambulance. Kan die nog rijden of niet? Nee. Weet jij? Ik koop deze auto open voor 40k. Hij is nog steeds niet gemaakt. Niet gemaakt? Moeten jullie even uitstappen. Doe jij nou je werk niet goed, maat? Maar dat komt omdat jullie erin zitten. Ja, natuurlijk. Geef ons maar weer de schuld. Kan gebeuren. Ja, nu is het factuurtje wel gratis, had ik gehoord. Ergens in de wandelgangen. En laat mij nog een stukje rijden dan. Oké, laat me hem overkopen voor... Wow, dus 30 koop je hem nieuw. Moet ik jullie mijn nummer geven? Nee. Dan quicksell je hem. Maar hij gaat maar 180, joh. Ja, het is ook voor... Hoe heet dat? Offroad. Maar is hij helemaal opgevoerd? Zonder ophangingen en weet dat panzer. Dit is me wel een auto. Hij zegt maar quicksell. Je mag hem wel hebben voor 50, want ik heb hem toch gekregen. Ja, dus laat hij hem gekocht. Voor 100? Kost die 100 nieuw? Ja, zoiets. Of maat, even kijken. Ja, we gaan wel even kijken hoor. En? Heb je het gevoel? Ja, ik twijfel man. Op man, 40 is een mooie prijs man. Weet je wat? Ik weet nog mooier voor jou. 39. Nee, 49. 49? 38. Ik zit nu wel te twijfelen hoor. Je bent wel echt zakenmannetje. Ik ben Peter Bo. Voordat ik het verkeerde leven in ging, jongen, ik verkocht water aan de walvis, ken je die? Oké, wacht. 48. 37. Oké, wacht. 45. 32! Akkoord. Voor 32? Nee. Okay. Laten we gewoon 50 doen. Hij was 100 totaal. Je was net nog bij 45. Ja, ik ging gewoon even mee met de grap. Ik moet wel centen pakken. Stap eens even uit. Mee met de grap? Nee, mee met de grap, maat? Ziet het eruit alsof ik grappen maak, maat? Rustig. Man! We hebben net mensen geslagen, nu is het goed. Maat! Nee. Ik hoef dit niet. Maat, hoezo denk je dat ik grappen maak, bro? Jij neemt me niet serieus als zakenman. Ik neem je wel serieus. Kan komen die auto! Nee, dit moeten we niet doen. Er komen veel mensen op ons af. Daar heb je gelijk in. Kom, laten we weer instappen. Oké, dat was even een zakelijke tussenstop. 40 zei je dus. Hoeveel? Oké, ik weet het goed gemaakt. Ik heb volgens mij thuis heb ik nog 39k aan zwart geld liggen. Lijkt dat je wat? Ja, meneer, ik vind 55 toch wel echt. Maar maat, je gaat de hele tijd omhoog, maat. Dit is niet normaal, man. Bro, net zei je 45 naar 50 naar 55. Dit is onacceptabel. Oké, voor 30 mag je hem hebben. Voor 30? Maar dat vind ik weer, dat vind ik weer te weinig, man. Ik ben Peter Piet, ik ben geen oplichter. Oké, 30 en een half. 35. Oké, 35, dat vind ik goed. Nee. 40. Oké, 40. Oké, 25. 30. Wacht, ik word gebeld. Wacht, nee, het gaat weer verkeerd. Hallo! Hey Peter! Is dit Ivan? Alles goed? Dit is de enige echte man. Je leeft nog! Bro, ik heb een hele gekke operatie gehad. Ik zit diep in het gips, maar we leven nog. Oh shit, waar ben je? Ik heb net Ennis opgehaald. Ik ben bij... hoe heet het? Gemeentehuis, jij? Ja, ik ben vlak bij mijn huis. Stuur mij eventjes een dingen. Een locatie. Yes.
Tot zo. Tot zo. Wacht maar. Ik ga een vriend van mij zijn net uit het ziekenhuis gekomen, man. Dat meen je niet. Ik wacht even op zijn locatie, hoor. Dan gaan we daar even naartoe. Als je nog tijd hebt. Ja, ik heb zeker tijd. Wacht. Ik ga ze eerst even aan mijn Mattie laten zien. Doe je ding. Iedereen vindt dit ding mooi. Johan. Hey. Wat doe jij in een buggy? Bro, deze buggy is mijn nieuwe buggy. Deze ga ik kopen, maat. Hoeveel? Hoeveel? Wacht, kom even hier. Kijk wat je doet. Kijk wat jij doet, man. Bro. Jij denkt, dit is Tokyo Drift. Ik weet niet waar die naartoe gaat. 42. Yo, ben je die witte wagen? Nee, maat, ik ben in die buggy, man. Die buggy? Oké, ga naar die garage, NS. Maar jullie waren net hier, toch? Ben je dit? Maat, wie denkt, waarom reden jullie weg? Nee, ik moest even Ivan ophalen. Rustig aan, bro. Waarom schreeuw je zo? Rustig aan. Pakka, man. Rustig. Pakka, man, bro. Lang niet gezien, man. Pakka, Ivan. Oh, nee, maat. Gaat het goed? Bro, het is stabiel. Zo, bro. DJ Choppa, man, bro. Ik kan je nog herinneren wat er gebeurde. Bro, ik weet alleen, bro, die machete was groot en hij deed pijn. Nou, voor de rest weet ik niks. Zwart ja, omhoog, het was heftig. Hey, maar wat vindt u van mijn nieuwe auto? Ik kan hem overkopen voor 42k. Zo, je hebt geld. Bro, maak er 35 van, man. Nee, ik ben al een hele onderhandeling met deze guy geweest. Echt niet normaal. Bro, ik snap er helemaal niks meer van. Goeiedag, kan ik u helpen? Nee, je kan me niet helpen, hoor. Oké, dan ver... ik vervolg me weg, hoor. Oké, is goed. Kleine dak, ga je maar door. Wat dit? Hey, dat is niet zo aardig van je, man. Nee, was een grapje. Oké. Je bent een middelmatige dag, hoor. Haha! Ga je die buggy kopen? Ja, man. Wil je sponsoren? Hij is niet fully, toch? Expanser en ophanging, man. Hey, wat is je naam? Mijne. Dit is Pop Vape, man. Pop Vape. Hij is dan Pop Vape. Dus je naam toch al zo fucking nep is, doe gewoon 30k, bro. Fuck hem met jou. We zaten op 30, toen heeft meneer Kaal heeft hem opgebracht tot 40. Dus je zit op meneer 40. Kaal? Waarom heb je 10k erover voor elkaar? Wat is mis met jou? Ja, heb je geld? Heeft die 10k mee? Ik sta aan de middel. Fuck bro, laat hem gaan voor 30k, man. Dat is een goede prijs. Je bent slecht onderhandelaar, man. Je zet geld erbij in plaats van eraf. Ja, maar dit dacht ik gun een beetje. Het ging verkeerd. 30k is een goede prijs. Laten we 30k doen. Dus 40 is te veel. Nee, jij probeert mij op te lichten. Jij zegt 60. Nee. Rustig. Hij is echt 60. Maar ik vind 30k een mooie deal. Wie ben je eigenlijk? Ik help je, man, bro. Ik dacht dat deze man praatte. Wat doet hij in die auto? Ik ben aan het helpen, joh. In ieder geval 30k is goed? Luister, Spaghetti Slit. Ga je die verkopen nog of wat? Kijk, ik wil hem wel verkopen op zich. Spaghetti Slit, zegt hij. Ja, wat doe je moeilijk, bro? Vak het met jou. Ik wil laatst kwijt voor 70, maar... Bro, we doen 35, bro. 35 is mooi, 35. 40. Nee, 38. Oké, omdat je... Nee, ja, je zegt net, dat ga je weer omhoog. Rustig, NS. Deze dino gaat weer aanval krijgen, alsjeblieft niet. Ga je gedragen, maar je tapt mij zomaar. Ik probeer jou te helpen hier. Nee, maat, straks zegt hij nee. Ik heb een goede deal. Wat is een goede deal? 25. Hé, doe direct, broer, direct. 30. Nee, ik heb een nog betere. 20. 30. Maar wacht, wie wilt hem kopen? Maar wie is dat? Wie wilt hem kopen? Ja, ik ga hem kopen, man. Oh, ik ben ervan overtuigd dat je 80 bent. Hij zegt dat je 20 moet betalen, jij zegt 30. Ja, omdat hij wil doen alsof ik een teamboy ben, alsof ik geen 30 kan betalen. Oké, ik snap hem. Ja, juist hem. Ah, stop met die ego van je, man. Oh, welke ego? Ego? Zijn maar 10k extra. Er zijn mensen die geen 10k hebben, ja? Wow, ja, er zijn ook mensen die 30k in de min staan. Ik sta 2 ton in de min, wat is daar? Sta je 2 ton in de min? Oh, ja, maar die man is losgegaan op B-kamp. Hoe heb je dat gedaan, broer? B-kamp, jongen, hij heeft alles besteld. Eftepijamaatje. Wow, dit, maat. Klarna, je weet het, Eftep. Oh, man zegt Eftep. Allee, ik heb op mijn eigen atje gegooid, toch? Die schets is fout gaan. Ja, smijt is fout gaan. Hey, maat. Kom, we zetten hem voor 30. Ja, is goed, doe maar. Bro, die 10k gaat naar mij, ja? Oh, en hey, wat is jouw idee? Wat is jouw geluksnummer? Ja. 3417. Wat is jouw broeks, man? Ja, maar ik denk dat je hem een broodje moet geven, man. Dat ik gaat die om zijn nek om. Kijk eens, 35, 5k fooi. 5k man, je bent gewoon op gunnings. We zijn op gunnings, man, bro. Ik ben altijd op gunnings. Ja. Hoezo kan ik niet shuffelen? Even shuffelen, kleine shuffelen. Het is één persoons, bro, je weet niet. Gescamd. Ik ga alleen bij rijder zitten. Hoppa. Even een snelle stunt. Wie is die Porsche eigenlijk? Oh, NS. Yo. Kom, kijk eens. Doe de deur open, hè? Wel voorzichtig rijden even, man. Yo, maat. Yo. Pop Vape. Ja. Hij is nice, hè, die auto. Hij is wel smooth, ja. Hij is zeker lekker. Kom racen. Ik heb driften. Ja, is goed. Wel even half seconde. Ja.
Ja. Kijk hier, NS, deze auto, we maken nooit meer ongeluk hiermee. Kijk hier, hoppa! Niks aan dan. Hier dat bro, hij kan tegen een stootje. NS! Yo. Kijk hier, deze. Goeie wakkie, hè? Hoppakee. Zie dit, NS. NS! Kuit! Hey! Ja, dit, kijk, hier is hij voor gemaakt. Ah! Ah! Oh, yo. Ah. Ah, zo dat was... Oh. Nog een keer! Ah! Wow! Oh nee! Oh nee! Oh. Maat, dit was niet de bedoeling. Gaat het? Hey, maat. Dit was niet helemaal de bedoeling, man. Nee, dat kan ik ook wel begrijpen. Wat gaan we doen? Ja, kut. Ja. Pool party, ole. Pool party, jongen. Kut, zo, ik heb die auto net nieuw. Waar, hoe de fuck krijg je dit ook voor elkaar, jongen? Maat. Oh, mijn kleren fucking nat, broer. Dat is wel de laatste zorg, bro. Ik heb net een auto gekocht van 35k. Die in de pool staat nu. Nou, ja, het was even leuk voor even, toch? Dat was wel even leuk. Wat moeten we doen? Ik denk, we moeten... Lopen, ja, lopen dan maar. Dus, hé, andere kant, bro. Andere kant. Waar ga je? Kom. Ik nu we toch al die tijd hebben, toch? Oh, okay. Ik doe wel even dicht. Ja, kan ik begrijpen. Luister dan, nu we toch al die tijd hebben. Ja. Heb jij die drugs al verkocht, of niet? Ah, het zeg eerlijk, ligt allemaal thuis. Ik heb helemaal geen zin. Oh, ik heb geen zin om als een dealertje rond te lopen. Snap wat ik bedoel? Ja, man, ik hoor je. Freerunnen kan ik wel. Volg net aan. Wat doe jij? Peter! Peter! Ja! Oh, yo. Maat, die zag je niet aankomen, hè, bro. Ze noemen mij Peter Bosjes, man. Nee, maar luister dan. Ja, ik hoor je wel, man. Dat rondlopen als drugsdealertje en zo. En je wordt veel gescamd, hè? Ja, maar ook nog, man, bro. De hele dag bestelen en zo. De hele dag, man, bro. Ik ben geen 14 meer loopjongen, hè. Toch? Is klaar een beetje zo, man. Hoe gaan we dat regelen dan? Want hij verwacht wel die doekoe op die 50k. Hey bro, even geen rare vraag, hè? Ja. Maar lopen ze iets achter mij? Gewoon eerlijk, hè? Van vriend tot vriend, toch? Vind je die broek niet strak in mijn kont zitten? Beetje wel, man. Maar ook nu, hij is nog nat, toch? Ja, dat ook hij nog, hij zit in je bil naast. Hij zit helemaal in mijn kont, man, neef. Wacht eens. Blijf stil staan. Wat ruik je aan mij? Wat? Wat draak je in mijn kont, man? Ben je gek? Bro, ik wil jou alleen zeggen van, yo, je heet toch? Het stinkt een beetje. Je heet toch? Bro, je ruikt jezelf, man, bro. No, man. Ik ruik je bil naast. Oh, levensshot, hè? Levensshot, ja. Ja, levensshot. Ah. Oké, genoeg. Oh! Oh! Kom, doe normaal. Zeg gewoon sorry dat ik aan mijn broek heb geroken, dan is het klaar. Oké. Nee, what the fuck, bro? Ik probeer die alleen te beschermen. Jij begon. Hey! Jij begon over je bil, hè? Luister. Bro, we moeten even focussen. Focus. Oké, focus. Ja, wat is focus? Luister, we hebben vorige keer een hele fucking prank gegooid op ijs, ja? Dat is helemaal fout gegaan. Ivan is bijna dood gegaan, ja? Ja. Wij moeten hem nu gaan betalen. Ten eerste, die drugs. Ik heb die in ieder geval niet meer. Volgens mij heeft iemand die opgesnoven. Ik heb geen geld. Ik sta 2 ton in de min. Oh jee. Jij, ik weet niet wat jij hebt. Heb jij iets? Ja, ik heb wel geld. We kunnen die 50k wat over. Maar bro, het gaat eigenlijk niet om die geld. Dit is mas. Machtsvertoon, zo noem je dat toch? Ja. Dat is die aan het doen. Wat gaan we daartegen doen dan? Maat, weet je wie wij zijn? NS en Peter Piet, niemand doet daar fuck iets tegen ons, man. Let's go, man. Ik denk, we moeten eisen even laten zien wat is, man. Oh, wat dit? Ja, bro. Gewoon, vandalisme. Ja. Hey, maat, waar is Ivan eigenlijk? Ik weet niet. Yo, Ivan, waar ben je? Ja, toch, ik spreek er zo. Ivan is weer een Bugatti rijden met iemand. Ah. Oh. Maat, ik zeg je eerlijk, man. Ivan is wel een beetje zo'n golddigger, hè? Ja, bro. Ja, maat. Op het moment dat hij niet in die RS3 zit, zit hij weer in een Bugatti. Nee, jongens, ik heb geen tijd voor jullie. Ik zit in Bugatti. Maat. Tegenwoordig controleren ze hier ook niet meer, ja, hè? Ja, staat niemand. Gaat het goed? Maat. Gaat het goed? Maat. Het ziet eruit alsof het goed gaat. En hij staat op. Oh, shit. Is die eraf? Maar dat was wel een kleine crash. Die man is ook gebouwd van glas, hoor. NS! Ging niet zo lekker, hè, die wheelie? Staat op! Had je die wheelie gezien? Ging niet zo lekker, hè, die wheelie? Zo, de tering, maat. Kom op, man. Je zag de crash. Zo hard was de crash niet, toch? Nee, ging niet zo hard. Oh, man. Deze man heeft geen stamina. Sorry, hoor. Het is mijn fout. Het is mijn vriend, maar...
tering, zeg, wat uit vakhout is deze man gesneden, zeg. Och, maat. Oh nee. Krijg me door, hoor. Zo hard was die klap niet. Nou, dat viel inderdaad mee, maar... Er is ook altijd wat. NS, hou vol man, zwakke teringleier. Ik heb nog nooit iemand zwaks in mijn leven meegemaakt. Jij wel dan? Nee, ik heb überhaupt nog geen motor of zo. Maar het ging inderdaad heel snel met deze man. Ja, laat maar, ik ga even kijken of er ambu is, toch? Ja, dat is heel goed. Oh, maat, hoe gaat dit voor elkaar?